Hallo mensen van Darkside, welkom terug bij mijn kanaal. In deze video zal ik jullie uitleggen waarom ik gestopt ben met Darkside en waarom ik nu terugkeer naar YouTube. Hallo mensen van Darkside, het is veel te lang geleden dat ik die zin kunnen zeggen heb en het is met veel plezier dat ik hem dus opnieuw weer zeg. Nu, deze video wil ik beginnen door sorry te zeggen. Ik heb vorig jaar aan jullie een belofte gedaan, ook op het einde van de vakantie dat ik me gewerkt herinner, dat ik opnieuw video's voor jullie zou beginnen maken. Ik heb toen een video of twee voor jullie gemaakt in verband met mijn 10e YouTube-verjaardag, waarna ik dan praktisch direct weer ben gestopt. Nu, ik ga eerlijk tegen jullie zijn, dat is iets geweest dat niet mijn bedoeling was toen ik mijn vorige terugkomstvideo heb gemaakt. Ik was toen echt van plan om terug te beginnen met YouTube. Maar achteraf gezien heb ik die video te overhaast gemaakt. Heb ik die beslissing te overhaast gemaakt. En heb ik dat niet kunnen waarmaken. En dat is eigenlijk waar ik het nu met jullie wil over hebben. Ik ben nooit echt bewust op één moment gestopt met YouTube. Als eigenlijk eerder iets dat geleidelijk aan is gebeurd. Ik heb toen echt de bedoeling gehad van te herbeginnen met video's maken. Maar het is zo dat ik een beetje op een kruispunt in mijn leven ben geraakt. En dat is eigenlijk al een aantal jaar zo. En dat is eigenlijk iets dat al jaren invloed heeft op mijn video's die ik maak en hoeveelheid dat ik maak en wat voor video's dat ik maak. Ik heb het altijd al een beetje vernoemd in dit soort update video's, maar ik heb het nooit letterlijk vernoemd wat dat is. En dat wil ik dus vandaag wel doen. Dat ding is namelijk dat ik opnieuw ben begonnen met studeren. Nu, waarom is dat zo'n invloedrijk ding geweest? Wel, als je dat gewoon bent van te studeren, je bent in die flow, je bent naar de middelbare school geweest en dan gaat je naar de hogeschool of whatever dat geval is, dan is dat niet echt zoiets drastisch. Dat is gewoon een voortzetting van waar je al mee bezig waart. Maar dat was bij mij niet het geval. Ik ben namelijk begin dit schooljaar, dus september 2019, begonnen met studeren. Maar daarvoor heb ik een goed jaar of vier gewerkt. Ik heb gewerkt als magazinier, voor de mensen die dat willen weten. En dat werk, op zich was ik daar wel savine. Ik was er zelfs vrij goed in, als ik sommige mensen mag geloven. Maar het was simpelweg niet wat ik voor de rest van mijn leven wou doen. Ik heb passies die op andere plaatsen liggen. Een van die passies is namelijk met technologie en specifieker zeker met computers bezig zijn. En daarom wou ik toch uiteindelijk nog iets gaan studeren in die richting. En dat is dus een beslissing waar ik eigenlijk gedurende heel 2018 en een groot deel van 2019 nog mee bezig ben geweest met te denken van oké, ga ik dat wel doen? En hoe ga ik dat doen? Want dat is echt niet gemakkelijk geweest om dat allemaal te doen. Want er is eigenlijk echt heel verrassend weinig begeleiding wat dat soort dingen betreft voor mensen die even gaan werken zijn. Die op zich niet zoveel diploma's en speciale dingen hebben om op terug te vallen van het middelbaar. En die toch willen gaan studeren. En dat is ook iets waar ik in de toekomst plan een video over te maken, over heel dit gedoe. Dus ik wil er verder niet te veel meer op uitweiden. Maar ik ben dus daar gedurende 2018 en een deel van 2019 heel erg mee bezig geweest met die beslissing. Dat is heel veel organisatie enzovoort geweest. En dat is dus de eerste pauze die ik had met dit kanaal. Waarna ik dus die drie video's van waar ik het daar juist al over had gemaakt heb. Die 10e YouTube-verjaardag en die vorige aankondiging dat ik zogezegd zou beginnen met YouTube. Daarna was ik dus van plan van de draad met YouTube weer op te pakken. Ik heb met één cruciaal ding helaas te weinig rekening gehouden met die video. Die video is gemaakt tijdens mijn verlof toendertijd. En dat heeft mij toen de indruk gegeven dat ik weer zou kunnen beginnen met YouTube. Ik had zoiets van,
Die beslissing ligt achter mij, ze is gemaakt. Ik begin binnenkort met school en ik kan weer YouTube doen zoals ik dat altijd gedaan heb. Ik kan weer actief beginnen YouTuben. En ik heb er geen rekening mee gehouden dat als je begint studeren en je hebt dat een heel aantal jaar niet gedaan, dat is heel belangrijk, is dat een hele routine die je weer moet oppakken. Dat is echt weer leren studeren dat je moet doen. Daar komt het op neer. Zeker voor iemand zoals mij, ik ga daar eerlijk in zijn, ik heb zeker de laatste paar jaren van mijn middelbare schoolcarrière niet zo enorm hard moeten studeren. Dat was geen studierichting die ik had waar je veel moest voor studeren. Dus ik ben daar echt heel erg moeten inkomen en ben daar dus heel veel tijd mee kwijtgespeeld. Omdat ik niet die studie-efficiëntie heb die iemand die recht vanuit het middelbaar, naar de hogeschool is gegaan bijvoorbeeld, dat wel heeft. En dat was dus de reden dat ik de tijd niet gevonden heb om aan YouTube te herbeginnen. Zeker het eerste half jaar van dat schooljaar. Dus eigenlijk de rest van 2019. Om de een of andere reden, de vorige keer dat ik mijn terugkeervideo zo gezegd maakte, heb ik daar geen rekening mee gehouden. En daardoor zijn er dus geen video's meer gekomen in het half jaar dat daarop volgde. En daarna was het probleem eerlijk gezegd dat ik heel erg uit die YouTube-routine ben geraakt. YouTube is ook echt wel een routine die je moet vast hebben van regelmatig na te denken over video-ideeën, daar dan eventueel een scriptje over te schrijven of een lijstje met onderwerpen waar je het over wilt hebben in die video. Je moet momenten vrijmaken om daar opnamesessies voor te doen en editsessies enzovoort en uploaden en social media promoting enzovoort. Die routine, daar was ik echt volledig uit. En ik vond dat heel moeilijk om die draad weer op te pikken. Ondanks het feit dat na een verloop van tijd dat ik dus die studie-efficiëntie natuurlijk wel heb kunnen verbeteren. Dat ik dus meer vrije tijd had. Die routine was weg en ik ben daar niet meer terug in geraakt. En dat is basically wat er het afgelopen jaar dat ik opnieuw weg ben geweest, is gebeurd. Ik heb nooit uitdrukkelijk de beslissing genomen van ik ga stoppen met YouTube. Het is eerder zo een gevalletje geweest van onderschatten wat dat opnieuw gaan studeren met zich mee zou brengen. En daarna gewoon die routine niet meer kunnen oppikken. Nu, intussen met COVID-19 en dat soort dingen, meer thuis te zitten, daar ga ik verder niet over uitweiden, ik ga daar niet weer over beginnen. En daarna dan de vakantie die ingegaan is voor mij, ik ben niet meer teruggekeerd naar school, heb ik nu opnieuw de tijd gevonden om daarover na te denken. Ik heb tijd gehad om even te overdenken van oké, wil ik herbeginnen met YouTube? Zo ja, hoe ga ik dat doen? Want dat is de fout dat ik de vorige keer gemaakt heb. Ik wou herbeginnen met YouTube. Ik heb onmiddellijk die video gemaakt van kijk gast, ik ga herbeginnen met YouTube. Zonder eigenlijk bij na te denken, kan ik dat wel en hoe ga ik dat doen? Dat heb ik nu veel beter kunnen doen. En daardoor hoop ik nu dus om die belofte wel te kunnen uitlossen. Hoop ik nu wel te doen wat ik beloofd heb. Want ik haat dat om beloftes te doen en dat dan niet te doen. En persoonlijk heb ik er een hekel aan als er YouTubers zomaar van de kaart verdwijnen zonder iets te zeggen. Ik voel me daar eigenlijk zelfs een beetje schuldig over wat ik 8 maanden geleden gedaan heb. Omdat ik weet dat ik dat zelf ook heel moeilijk verdraag. Dit keer heb ik dus veel betere plannen gemaakt. Het begin van dat plan is dat ik jullie wil garanderen dat ik minstens om de 2 weken een nieuwe video upload. Het kan zijn dat er eventjes meer video's komen als ik veel content heb om te uploaden. Het kan ook zijn dat dat een periode minder is als ik bijvoorbeeld examens heb ofzo. In de studierichting die ik doe heb ik 4 examenperiodes, dus dat gaan er helaas redelijk wat zijn. Nu, wat voor video's gaan dat zijn? Wel, ik plan eigenlijk om een klein beetje voor te gaan op waar ik mee bezig was toen ik langzaam maar zeker ben gestopt met YouTube-video's maken. Video's maken rond de 3 pijlers van mijn kanaal. IRL, dus dingen like DCD of de video over mijn problemen met sociale media. Dat soort dingen. Video's over gaming en dan video's over tech. Het soort video's dat ik maak rond die 3 onderwerpen zal wel veranderen. En dat is niet enkel vanwege tijdsgebrek. Dat is ook omdat ik meer mijn kanaal wil stroomlijnen. Ik wil echt een kanaal creëren waar je kunt op abonneren en zeggen van kijk, dat kanaal interesseert mij in zijn geheel. Maar wat ik daar exact mee bedoel, dat zullen jullie binnenkort nog wel zien.
Ik heb zeker wel een aantal ideetjes in mijn hoofd zitten van wat ik kan doen deze vakantie nog. En ik plan er zeker direct aan te beginnen. Dus het gaat niet zijn zoals de vorige keer dat er 2 video's komen en dat het dan weer stopt. Nu maak ik echt wel een veel berekendere beslissing. Ik heb een goede planning gemaakt waar ik denk dat ik mij zeker wel ga kunnen aanhouden. Ik wil meer video's beginnen maken rond vaste onderwerpen. Video's die echt tellen. Maar hier ga ik het bij laten, mensen. Laat zeker in de reacties weten welke soort video's jij mij wil zien maken. Daar ben ik zeker geïnteresseerd in om dat te weten. Wat willen jullie van mij zien? Geef mij inspiratie. Ik heb zeker ideeën zelf ook. Maar heb je dingen waarvan je dat gezegd? Ik wil dat toch echt nog een keer zien. Dat was zo goed in het verleden. Of een nieuw idee voor mij. Laat het mij zeker allemaal weten. Hopelijk gaat het jullie goed. En hopelijk tot de volgende keer.